Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven het westen en noorden van het land. Minder goed zichtbaar, maar er zijn ook brede opklaringen. Daardoor gaat de zon vandaag toch flink schijnen. Die wolken in het noorden trekken weg en ook die in het westen worden geleidelijk minder. En ook dat lokale buitje gaat in de loop van de ochtend verdwijnen. Overal dus eindelijk zonneschijn en temperaturen die oplopen naar zo'n 8 tot 10 graden. Aan het einde van de middag en vanavond neemt in het zuidwesten de bewolking weer toe. Daar kan dan wat motregen vallen, maar de hoeveelheden die zijn klein. In de rest van het land blijft het vanavond, denk ik, nog droog. Valt hooguit een vannacht in het westen of zuiden ook een spatje. Temperaturen gaan niet meer tot onder het vriespunt dalen, dus ook geen vorst. Morgen overdag wisselend bewolkt, wolkenvelden dus, maar zeker ook van tijd tot tijd zon. En er kan heel af en toe wat regen vallen, vooral in de zuidelijke helft van het land. Noorder houdt het droog. Opnieuw 8 tot 10 graden. Zondag levert de temperatuur iets in, maakt het zuiden nog steeds kans op wat lichte regen, maar verder schijnt overal ook geregeld de zon. De wind draait er van zuid vandaag geleidelijk naar oost. Maandag en dinsdag kunnen er een paar buien vallen, maar ook dan blijven de temperaturen boven gemiddeld. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.